Lola! Lola! Lola, ben je klaar, hè? Ik ben al bezig, hè? Ik sta te popelen om je aan te kondigen. En als je je pruik op hebt, dan krijg je een zoen van me. Lola, ik bedoel, boy, ik zal nooit vergeten hoe jij met je weergeloos gedurfde echt een keerpunt betekende in de welbewogen geschiedenis van Waldolala. Shit, ik kan mijn pumps niet vinden, godverdomme! Waldolala stond aan de rand van een gapend debakel, maar jij zag kans om hier weer publiek naar binnen te zuigen. Een diepe afgrond van armoe, verloedering en onpeilbaar verdriet staarde ons aan. Maar jij hielp ons er weer bovenop. Het faillissement lachte ons toe. Het was een satanse lach. Jezus Christus, we zijn met tieten gebleven. Ik kan toch niet op zonder tieten? Dat is toch geen porum? Oh, hier. En ze zagen er zo lekker uit. Ik kon er met mijn poten niet van afblijven. Nou, Van Dungel ligt niet te zeiken, weet je wel. Ja, niet zoveel praatjes, Bensdorp. Schiet nu maar op. Spot zonder klapstuk. En daarom springtime in Waldola. Lola Voya, applaus. Stop die muziek, die is van de verkeerde kant. Daar kan ik godverdomme niet op werken, daar kom ik niet op klaar. Hoewel hij niet van Tilbach, maar wat mag daar eigenlijk wel? Wat hebben we wel op? Karolber, waarom neem je die telefoon niet aan? Oh. Jezus, nog aan toe, Karel, alsjeblieft. Nee, hoor niks. Daar is niemand. Ik heb de hele dag geprobeerd je te bellen, maar was je in vredesnaam? Hier. En waarom neem je dan verdomme die telefoon niet op? Ging ik nog helemaal niet bellen. Nou, Melin, hallo? Nou, het spijt mij Thea, maar de telefoonregel zit in je hoofd. We hadden vanmiddag naar uitgeverij de Horizon gemoeten, idioot. Nou, dan ben jij er wel knap laat mee, want het is op de kop af. Ruim precies 15 minuten over 11. Knap laat, ik kon je toch nergens bereiken? Ja, we hebben heute middag een lekker dutje gedaan. Ik heb zo heel erg van jou gedroomd, hè, ja. Weet je, helemaal naakt. Wij hadden vandaag de laatste hoofdstukken moeten inleveren. Drosten is razend. Wie is Drosten? De directeur van uitgeverij De Horizon. Oh, ik word gek. Nou, die hoeft zich helemaal geen zorgen te maken, hoor. Dan kijk eens hier. Nanu, het laatste hoofdstuk af. Zeg en schrijf dat ene velletje. Pas op. Dat is de vlag die de lading dekt. Je kan mooi lullen, professor, maar moet ik daar mijn laatste hoofdstuk op baseren? Ja, pas op. Want achter dit velletje steekt mijn kop vol met sappig materiaal. Als jij dan maar goed genoeg aan mij trekt, dan spuit ik dat er allemaal voor. Ik word soms toch zo moe van jou, dokter Karl-Heinz Lind. Hoe moet ik van jou, mijn schat? Zeg, hou je op! Nou moet je eens goed naar me luisteren, Karel. Ik moet dadelijk naar een platenfeest. Maar ik breng jou eerst naar Waldolala. En daar let jij goed op. Je maakt flink wat aantekeningen. Ik ga die morgenochtend meteen uitwerken en dan brengen we 's middags die hele hap naar de uitgeverij. Begrepen? Dat boek moet af. Gekker kan het niet. Oh,
Lieve lekkere geetje sneetje van me. Het is net of we weer achter in de klas zitten bij meneer Miedema. Schei uit, Leo. Jee, mag jij bent ook geen spat veranderd. Toch alweer lang geleden dat daar het antwoord op te vinden was. Hè? Het antwoord op alle moeilijke vragen van de aardrijkskunde-repetitie. Oh ja, ik weet nog goed hoe ik hier en daar de hele kaart van Noord-Holland getekend had. En weet je nog hoe ik een keer na schooltijd met mijn duikbootje het Noordzeekanaal opvoer? Dat opwindende oponthoud bij Pampus. En toen ik wou doorstoten naar het IJsselmeer, werden we betrapt door de rector. Ik heb meer geleerd in dat fietsenhok dan op die hele rotschool. Geetje, sneetje, braadslee. We waren allemaal verliefd op je. En Leootje Korf was altijd de lul. Maar nu ben ik een ordentelijk makelaar. Leo Korf VV stamt het ene naar het andere kantoorblok uit de grond. Heien, dat is mijn lust en mijn leven, zo gezegd. Ja, ja. Maar ik heb ook een hele zooi prima deluxe riante villa's. Oh, leuk. En omdat jij mij vroeger zo fijn geholpen hebt met... aardrijkskunde. Krijg jij van mij zo'n bak van een huis voor een vriendenprijs. Maar Waldo en ik wonen hier prima. Maar die nightclub Waldolala is een goudmijn. Jullie komen er zelfs mee op tv, las ik in de krant. Oh ja? Godverdikkie, wat een succes. En kijk, daarbij hoort een passende behuizing. Kijk, G, ik wil niet zeggen dat jullie hier in een hondenhok wonen. Maar neem nou één ding van mij aan. Als je niks hebt, dan moet je de tering naar de nering zetten. Right? Jawel. Right, goed. Maar dan moet men ook, als men het breed heeft, het breed laten hangen. Maar neem me nou niet kwalijk. Koning Farouk zou je vast wel zijn neus voor ophalen misschien. Maar voor Nederlandse begrippen wonen we hier lang niet gek. Schei uit, alsjeblieft. Maar maak je geen zorgen. Met een beetje liegen plus bedriegen verpas ik dit gestoffeerde kiphok wel voor je. Nou, moet je opletten. Dit is andere koek. Zo, daar zijn we dan weer. Jan, dat hadden we niet afgesproken. Zeg je, G, laat je toch niet in met vreemde mannen? Ah, meneer Van Dungen, u zult wel denken wat een laat bezoek, maar uw vrouw en ik hebben samen op het gymnasium gezeten. Leo, dit is Jan Vos, onze pianostemmer. Leo Korf, makelaars. Jan Vos. Gedraaide, dampende drol in de telefooncel. Gewoon poep. Vink. Wat kan ik voor u betekenen, juffrouw Broker? Mits het niet onwettelijk is, is Vink bereid de steuts voor u het onderste uit de kant te halen. Bij wijze van spreken dan. Meneer Vink. Kijk daar eens! Daarvoor liet ik u dus komen. Ja, maar dat heb ik niet gedaan, juffrouw Broker. Eerlijk waar niet. Dat zeg ik toch niet. Nou, ruim die rotzooi op. En zeur er niet over. Oh, komt een mens op het idee. Hoge nood, neem ik aan. Hé, hey, wacht eens. Ik begrijp het al. De deur van die telefooncel klemde. En de deur van de wc viel aldoor maar uit zichzelf open. Dus, wat heb Vink gedaan? Haha, precies. Zegt de wc hier, dat is ook iets heel bijzonders. Ik vind het echt heel erg fantastisch, juffrouw Van Petten. Nu kan het hele Nederlandse volk zien wat voor een keurige zaak het hier is. Tot morgen dan maar, zou ik zeggen, juffrouw Van Petten. Donder toch op met je tweedehands pianola-kop. Zeg, pas op, vuile, vieze huizendief. Hou jullie alsjeblieft even je gemak. Kom, zeg. Met mevrouw Van Dungen spreekt u mee. Hé, groot nieuws.
Morgenavond komt de televisie opname maken in Valdolala. De televisie! Wat een succes! Maar dan moet jij ook naar de club toe komen. Ga morgen maar naar de allerduurste kapper die je vinden kan. Geld speelt geen rol. Het stroomt hier binnen. Goed, Waldo, dat zal ik doen. Fijn dat het weer zo goed gaat in de club. Jammer dat ik vanavond niet mee kon, maar gelukkig is mijn hoofdpijn nu zowat helemaal weggetrokken. Ik had nu toch zo graag samen met jou hier mijn succes willen vieren, mijn schat. Weet je wat? Over een uur knijp ik hier gewoon tussenuit. Ik moet tenslotte ook eens wat aan mijn personeel kunnen overlaten. Nou, liefste G, tot over ruim een uur dus. Zet de champagne maar vast in de ijskast. Dag, mijn allerliefst konijntje. Daar. Een kusje. Hoe moet dat nou met mijn afspraakje met Gerard Ringers? Jezus, Mina! Jan, hou op! Je bent een schat, maar je zou overmorgen pas komen. Voort, je moet nu weg. Het is jammer. Maar, helaas. Zo. Luister eens, Leo. Wat komen jullie twee nou ineens raar hier officieel binnenstappen? Is er iets? Wat dan? Jullie staan daarbij alsof jullie mijn toestemming willen vragen voor jullie verloving, maar niet goed weten hoe hierover te beginnen. Maar waar slaat dat nou op? Tut, Ada, niet zo grote mond tegen mij. Want weet je wie daar mij net opbelde? De beroemde tv-regisseuse Juliana van Patton, herself. Morgen nacht komt hier een complete tv-ploeg opname maken. Kom ik ook nog eens op de televisie? Wie had dat ooit gedacht? Moesten we daarvoor dan bij u op kantoor komen? Ik was van plan om hier met ons drieën het glas te heffen op de wedergeboorte van Valdolala. Nou. Maar ik ga liever nu direct naar huis om G te verrassen. En mijn succes samen met haar in de huiselijke beslotenheid te vieren. Kom best eens van pas komen vannacht. Sluit jullie goed af. Hoe kan Van Dungen nou weten dat wij iets met z'n tweeën hebben? Hè, Ada? We gaan voor onszelf een nachtclub beginnen. Ik heb al een prima pandje op het oog. Oh. Ja. Oeps, hier blijf jij. Ik ben de baas. En omdat jij mijn oude schoolvriendinnetje bent, krijg jij van mij de eerste keus. Wat dacht je bijvoorbeeld hiervan? Nou? Is dat een kijkwoninkje? Of zie ik dat verkeerd? Ja hoor, heel apart. Huh? Geknipt voor jullie. Nou, die maar doen dan. Nou, vooruit dan maar. Omdat jij het bent. Goed. En als het niet ongelegen komt, Geetje, dan vast wel graag een sortiment van aanbetalingje. Dan, kan ik meteen aan de slag met de legers of overdrachtrechten, weet ik veel, al dat gedoe, om dat piekfijn voor jullie te regelen. 5000 gulden. Lieve Leo, ik wil je best even helpen als je een beetje verlegen zit. Maar hou alsjeblieft op met deze schertsvertoning. Kom zeg, ik heb helaas hier geen contanten meer. Zeg eens ook goed. Hier en G, nou opgeduwd. G, je bent een reuze meid. Ik wist het wel. Ga dan maar. Hier, vergeet je handel niet. En als ik ooit op enige wijze nog iets terug kan doen, je weet het. G. Ik geloof dat ik nu ook maar eens zo'n probeer. Eén week zonder jou scheen mij een eeuw. Wat is er? Gerard, een probleem. Over drie kwartier komt Waldo thuis.
Laten we dan meteen maar van wal steken. Bah, wat stijloos. Gerard, hou op. We kunnen dan gewoon toch veel beter morgenavond afspreken. Dan hebben we alle tijd. Oh nee, dan moet ik met Waldo mee naar de club. Ja, zie je nog wel. En bovendien heb ik er al helemaal op gerekend. Kom, kom. Geen tijd te verliezen. Hou je op! Zo wordt een man in de armen van een lichte kooi gedreven. Zeg, wie me nou echt doorsturen naar de hoeren? Huh? En zelfservice, daar ben ik niet zo voorstander van. Ik wil graag op een wenken bediend. Hé! Hey! Mijn konijn uit duizenden! Waldo, ik had nog niet op je gerekend. Nee, hè? Wat een verrassing. Daar. En wij gaan samen ons succes vieren met echte champagne. Wat moet dat? Wie is u? Gerard Ringers van Verzekeringsmaatschappij De Vaderlanden van 4045. Grapje. Je kent meneer Ringers toch nog wel? Stel je alsjeblieft niet zo aan. Hij heeft vorige week nog al onze verzekeringen gesaneerd. In één pakket ondergebracht. Ik heb u toen nog even gesproken, maar u moest die middag toen ineens naar uw psychiater. Dat moet ik iedere week, ja. Mag ik misschien? Enfin, G, uw vrouw en ik hebben toen even flink een orde op zaken gesteld. Maar wat komt u dan nu hier doen? Welke verzekeringsagent komt er nou midden in de nacht? Daar moet een verklaring voor te vinden zijn. Ja. Uw nightclub Valdola is geheel en al onverzekerd. Ik keek vanmiddag toevallig even uw polissen aan, maar als uw zaak nu bijvoorbeeld zou afbranden, ik noem maar even iets vreselijks, dan krijgt u geen rode cent, dan bent u alles kwijt. Dat is nog waar ook. Waarom is dat niet in orde, hè? Omdat u vorige week de hele zaak nog wilde verkopen om althans een deel van uw schuldeisers te kunnen betalen. Maar omdat die ballentent op het ogenblik weer swingt als een gek en op volle toeren draait. Het geld stroomt binnen. Ik heb al wel 12 schoenendozen vol met bankbiljetten in de bar van Valdola verstopt. Ik bedoel, het lijkt mij niet geheel onverstandig Valdola te verzekeren tegen brand, diefstal, kortom de hele rattenplan. Wat heet zeg, ik kan het hier nu zo ter plekke even voor u in orde maken. Is dan meteen van kracht. Meneer, gaat u weg alsjeblieft. Ik wil nu niet denken aan zulke vreselijke dingen. Regel dat verzekeringsgedoe maar morgen met mevrouw. Zoals u wilt. Afgesproken. Nou, G, tot morgenmiddag dan, hè? Ik bedoel, mevrouw van Dunne. Fijn zo. Valdola zit vol tot in de nok en wij zitten gezellig saapjes thuis. En zo hoort het. Haha, wat jij, hè? Proost! Ah. Ja, dames en heren, het is mooi geweest. Morgen weer een nacht. Lekker vroegertje vandaag. En de mensen hebben goed doorgezopen, boy, want ik ben zo wat door mijn hele drankvoorraad heen. Ja, dan moet je morgen maar een dubbele drankvoorraad bestellen. Want dan komt er een televisieploeg, weet je wel. Oh, wat geinig. Komen ze morgen opname maken? Zou je toch niet even opbellen om je personeel te controleren, Waldo? Ben je gek? Valdola is nu onder deskundige hoede van Ada, mijn trouwe bedrijfsleidster. Meneer Ving, ja. Sluit u even af. Oké. Dan kunnen wij vast naar huis. Ja. En kijk meteen het condoomapparaat na, zeg. En gooi maar borden vol, want morgen nacht komt hier een televisieploeg tv-opnames maken, weet je wel. Dat is nog een knap sigaartje.
Zo, dat is hard gegaan. Even een nieuw pak rubber uit het kantoor halen. Ja, met mijn personeel heb ik het toch wel goed getroffen. Alleen die Vink, dat is een misser. Ik heb hem al zeker 3 keer ontslagen. Maar hij is zo dom dat hij gewoon blijft komen. Aha, kom dicht. Het gaat beginnen. Let op. Hey, er stond hier toch nog een hele doos op het bureau. Ha! Even lekker gratis telefoneren. Aha. 1, 3, 4, 8 en 2. Lieve schattenwoud van me, met je eigen Vinkie. En ik naar jou, mijn lieve kleine Anneke Tanneke. Ik kom meteen naar je toe, hè? Nou, die automaat die vul ik morgen wel bij. Ah, lekker wippen in Valhalla. Lekker wippen in Valhalla. Lekker wippen in Valhalla. Even goed een knappe tent. Daar zou ik nou best directeur van willen wezen. Nou ja. En uitzichtloos als een zwart gat, omdat jij wegging van mij naar die ander. Bah, wat een geniepige flauwekul. En aan dat soort horrige versvoeten hangen ze een heel programma op. Overigens, die nieuwe glimmende gordijnen in de club, dat is toch wel een hele verbetering hoor. En morgen poetsen we het dansvloertje even goed op. We zullen zorgen dat alles er picobello uitziet. Zodat die lui van de televisie er nog over lullen als ik al lang dood ben. Pardon, Reeds. Weet je, G, ik mag toch zo graag in die vlammetjes sturen. Dan verzink ik in vredig gepeins. Het volgende gedicht is een gedicht van Annemarie. Wij ja, stuurt ons nog maar zo'n pakket servelaatworst op rijm onze huiskamers binnen. Annemarie komt uit Gouda en ze zond ons het volgende indringende gedicht. Toen jij die ander was geworden, en die ander jij, en ik was van jou, vroeg ik mij af, wie ben jij? En ik wist geen antwoord, stotterde en verstikte, want nu ben ik jullie allebei kwijt. Mijn spel is uit. Dat vreemd gaan nou ja, maar om daar dan nog zo'n ophef op de radio over te gaan maken. Zeg Waldo, ik weet niet hoor, maar is het nou wel zo verstandig om alle inkomsten van Waldolala te bewaren in kartonnen dozen in de bar? Ja hoor, konijntje, want achter onze splinternieuwe bierpomp
zit een hele holle ruimte. En er vindt geen hond. Wat is dat? Moet je kijken. Gewoon een heel brandgat in het kleed. Ligt toch wel terug, hoor. Waar dan? Daar. Ja, daar. Kom zeg, Piet Lut. Jij zit ook altijd zo met die sigaretjes te zwaaien. Stel je niet zo aan. Ja, maar het mooie is er nou af. Maar goed. Zand erover. Het is nou feest. Lang leven. Waldolala. Hè? Niet weer zo'n beroerd gedicht. Nou ja, vooruit dan maar weer. Maar nou luister ik niet meer. Kom zeg. De eigenaar van het thans verwoeste roemruchte bedrijf Waldolala is naar het schijnt niet verzekerd. Verder Nederlands nieuws. De prijs van een pakje margarine gaat weer omhoog. De minister van Economische Zaken, Violet, heeft daartoe besloten middels een prijsbeschikking die aanstaande woensdag van kracht wordt. Het weer. Aanvankelijk nog enkele buien, waarvan sommige... Bij, ja, dat doet maar. Ik heb die minister helemaal niet eens gekozen. Ik heb helemaal niet eens gestemd. ...van 3 tot 7 graden. Dit was het nieuws. Wat? Gee, hoor je dat? Waldolala is opgebrand! Ik ben verloren! Waldolala! Waar is mijn Waldolala? God straft op tijd. Hij heeft dit sekshol opgeruimd. Blijf maar niet te lang kijken, schatje. Dat is vast niet goed voor ons kindje. Maar zo'n leuk fik, hè? We tunnen wel even gelachen. Meneer, wil u daar opzij gaan? Er valt nou toch niks meer te zien. Het is gedaan met mij. Het is. Ha 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 ha